die mij stoen. Voor haar planken en plastiek en voor de geven van de rheumatiek. Niemand ziet mij stoen. Dat is mij stront te beu. Jullie weg. Ze kunnen ze allemaal kusten. Ik heb een spieren zoeken, niet wat meest. Niet iedereen kan ons hier zomaar komen bewonen, dat begrijpt uw verstand toch? Guidootje, ik herken hem niet meer. Maar Charlotje, je moet dat positief bekijken. Guido eet nu van de grond en de restoverschotjes van tafel. Misschien is hij wel gelukkiger. Ze is al 13 maanden zwanger. 13 maanden? Zijn er daar overtuigd zeker van? Ik vind, ze moet hierbij zijn met haar aanwezigheid. Waarom als dusdanig? Ze zit nog in een testprobeerperiode. Ze is dus nog geen officieel bewoonde inwoner. Hey, waarom zit die haast achter mijn gaten, joh? Kijk, ik kan toch niets meer doen? Ik kan niet gewinnen wat te doen. Stilte, stilte. Er zijn herhaalde verscheidene meldingen geweest van, ik citeer, storende stilte doorbrekende geluiden afkomstig van een levend wezen, mogelijk een dierlijk beest. Dat is toch niet normaal, normaal? We hebben het gedrag van jullie dorpsgenoot een hele dag bestudeerd en we zijn tot de volgende conclusie gekomen. Guido van Hemelrijk lijkt ons het meest verwant met de Gallus gallus domesticus. Dat klopt. Beter bekend als de kip. Inderdaad. Over het ras zijn we het nog niet eens. Juist. Er is iemand die Hemelrijk kapot wil vernietigen. En ik wil daar kennis van weten wie. Sedert wanneer is de aanvang hiermee begonnen? Sinds dat zij hier is toegekomen. Ja, als dusdanig. Wat hebt u daarop te zeggen, mevrouw van Hemelrijk? Ik weet het niet, meneer van Hemelrijk.